Hoe groot schat je je kansen in dat je wint? Aardig klein, maar kijk. Hoi, wij staan vandaag bij het Bakerslab en we gaan vandaag een ontzettend spannende strijd hebben tussen deze twee meiden. We gaan namelijk kijken wie de beste laptophoes kan maken. Dus laten we gaan kijken wie er gaat winnen. Let's start. Let's go! Hoe vind je het nou eigenlijk zelf gaan? Tot nu toe nog niet zo heel goed. Oké, okay, Yara, wat is je aanpak? Hoe ga je winnen? Mijn aanpak is dat ik eerst een tekening heb gemaakt. Heel mooi. Ik ga dus een ronde laptophoes maken. Met kleine uitsteekseltjes. En die ga ik uiteindelijk vouwen. Zodat je dat kan klikken op je laptop heen. En ik ben dat nu hier aan het proberen. En ik hoop dat dat goed gaat. Ben je ready? Ik ben helemaal ready. Dit is het eerste onderdeel en dit is het begin van de laptop. Romy, waar ben je net achter gekomen? Ik heb nu al minpunten binnen, want dat doekje past niet. Krijg wel echt de hoekjes. Alleen eentje, deze, begint dat te scheuren. Hoe groot schat je je kansen in dat je wint? Aardig klein, want kijk. Ik was het bezig met het buigen. Het is eentje afgebroken. Oh. En deze is gewoon niet helemaal goed. Oh. Dus ik zie mijn verlies al. Ja, je tegenstanders aan de overkant bezig? Ja, die is echt verder bezig. Nou, dit is een 3D printer. En dan kan je via die computer. Dus nu zoek je een beeld uit of je ontwerpt hem zelf. Hier heb ik bijvoorbeeld een alpaca. Lekker. Tadaa! Dus hier. En die stuur je dan naar deze 3D-printer en dan print je hem hier. Hoe schattig. En je kan met die 3D-printer dus dit ook allemaal maken. Dus veel hogere dingetjes. Een soort geraamte. Niet in de goede volgorde, dus we gaan het opnieuw doen. Dus we gaan er opnieuw laseren. Yes. Nog even buigen en dan is het hier hè. Ik heb zojuist mijn laptophoes af met een Apple logo die we hebben gemaakt met vacuumzuigen. En hij is alleen een beetje te groot, hij heeft hier te veel ruimte. Maar dit is het resultaat. Nou, mij en jullie hebben allebei ontzettend hard gestreden. Ik heb jullie inzet gewaardeerd. Het ging niet allemaal even soevel, maar gelukkig waren er aardige medewerkers die jullie en mij ook wel een beetje hebben geholpen. Van je fouten? Van je leren. Dat is exact. En de winnaar is... Allebei! Yay! Yeah! Nee, jullie hebben allebei hartstikke je best gedaan. Het ziet er allebei leuk uit en ik denk dat jullie... Allebei fouten gemaakt. Ja, daarom heel veel fouten. Een moeilijke vergelijking, dus vandaar. Stop. Lijkt je het nou leuk om dit ook een keer zelf te doen of iets leuks te maken, kan je altijd naar het Makerslab in het Benno Premsa huis. Het zit helemaal achterin, dus dan kan je daar natuurlijk ook kunnen helpen. Zie je graag met alles wat je wil maken. Ja, we hebben hier echt van alles. Vacuumzuigers, 3D-printers, noem maar op. Lasersneders. Dus kom vooral wel een keer proberen. En maak dan even een afspraak, want het kan nogal druk zijn, aangezien het heel populair is hier. En wil je nog een interessante video zien? Ik heb samen met Romy en dan ook een vegan maaltijd gemaakt, dus dan kan je hier klikken. En als je wil abonneren op het HVA YouTube kanaal, dan kan je hier klikken.